Wouter Bibo, het was geen goede match vandaag. Nee, ik denk dat we een beetje, ja, ik moet zeggen, te zacht in de duels gegaan zijn. Vooral in de eerste helft vond ik dat we iets te slap waren in balverlies. Dat we ook iets te weinig gecreëerd hebben. En dan kom je tegen de ploeg in vorm, ook die Antwerpen is, sowieso onder druk. En dan hebben ze maar één kans nodig en die, ja, dat gaat binnen. En dan is het heel moeilijk. Wat werd er gezegd in de kleedkamer tijdens de rust? Ja, we hebben elkaar proberen opnieuw scherp te zetten en een beetje tactisch bijschaven. Maar ik denk dat het niet aan tactiek lag, hoor. Het lag hier dan die tweede bal winnen op middenveld en ja, elkaar helpen met balverlies. En ik denk dat daar een beetje het schoentje wrong. Was Antwerpen ook gewoon niet gretiger, beter eigenlijk? Ja, ik had ook die indruk. Ze waren zeker gretiger en dat moet de les zijn voor de volgende wedstrijd. Je kan geen wedstrijd winnen zonder die gretigheid. Jullie waren dan wel gebrand op een goed parcours in de beker, een beetje vergelijkbaar met die campagne daar tegen Lokeren enzovoort. Ja, tuurlijk. Ik denk als je kunt in de beker ver doorgaan, dat is een droom voor iedereen. En dat was vandaag de eerste horde dat we moesten nemen en jammer genoeg is het anders gelopen. Sta je nu terug met de beide voetjes op de grond na die 6-6 in de competitie? Ja, ik denk dat dat wel duidelijk is. Het kan ons alleen maar motiveren voor de volgende competitiewedstrijden. Nu volledige focus play-off 1. Ja, play-off 1, dat is misschien nog iets te vroeg voor te zeggen, maar we focussen wedstrijd op wedstrijd en we gaan beginnen met die van zaterdag. Abrupt einde van een bekercampagne eigenlijk, die nooit echt begonnen is eigenlijk. Hè? Ja, dat klopt. Eerste ronde er meteen uit, dat is niet prettig. We hebben vandaag onvoldoende gespeeld om aanspraak te maken op die overwinning. Ik denk dat we vanaf minuut 1 een beetje achter de feiten hebben aangelopen. We hebben veel te laks gespeeld. We hebben het ritme niet voldoende hoog gehouden om hen moeilijk te maken. We verloren veel tweede ballen. Dan wordt het heel moeilijk tegen eender welke ploeg. Nochtans, jullie hebben 6-6 gehaald in de competitie. Jullie zouden eigenlijk wel goed op dreef moeten zijn. Hè? Waar heb je het eigenlijk vandaag fout? Jullie waren wel gemotiveerd om een mooie campagne neer te zetten, denk ik. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dat is een feit. Maar laat ons gewoon houden op een collectieve off-day. Ik denk dat we in het algemeen gewoon onvoldoende gebracht hebben vandaag. We hebben in de eerste helft een aantal kansjes gehad. Zij maken dan een heel knap doelpunt. En dan weet je dat het moeilijk wordt. Heeft het coach tijdens de rust ook opgehamerd om het tempo veel hoger te krijgen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we daar amper in geslaagd zijn. Wat leer je nu eigenlijk uit zo'n wedstrijd? Wat leer je hieruit? Ja, dat je nooit te licht mag opnemen, denk ik. Nu goed, ja, ik zeg het, we moeten er ook niet te dramatisch aan tillen. Per slot van rekening is de competitie hetgeen wat telt. We hebben zaterdag opnieuw een wedstrijd, dus dit kan en dit zal ook niet te lang blijven hangen. Okay, tot zover het slechte nieuws. Voor jou goed nieuws. Je begon nog een keer in de basis. Hoe voelde dat? Als voetballer werk je naartoe. Je wil altijd in de basis staan. Het waren niet de meest makkelijke maanden die ik achter de rug heb, maar ik heb mij altijd positief opgesteld. Ik heb hard gewerkt tijdens de voorbereiding en de voorbije weken. De coach heeft mij daar dan ook voor beloond met een basisplaats. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Nu goed, ja, het is bijzonder jammer dat we natuurlijk vandaag het onderspit delven. Wat maakt waarschijnlijk naar meer voor jou? Sorry? Het maakt waarschijnlijk naar meer voor jou om nog een keer in de basis te starten tegen Mouscron bijvoorbeeld? Ja, dat moeten we zien. Coach heeft enkele jongens rust gegeven. We zullen wel zien. Ik heb geen idee van hoe het evolueert met hen. Nu als hij mij zet, dan ben ik er klaar voor en dan ga ik weer mijn uiterste best doen. Is dat niet zo, dan blijf ik werken naar de volgende keer toe.